Geert Veldhuis, ja, het positieve is, je hebt niet verloren, maar het minder positieve is, je hebt maar één punt tegen Drachtster Boys en dat was eigenlijk de nummer laatst. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Nou ja, weet je, Drachtster Boys staat wel als laatste, maar geen enkele ploeg in de hoofdklasse C is een zwakke ploeg, ook Drachtster Boys niet. Ze hebben 5 keer verloren hiervoor, maar wel minimaal. Dat had voor hun ook misschien wel in bepaalde wedstrijden meer ingezeten. Maar wij waren hier wel met de opdracht en met de doelstelling om deze wedstrijd hier naartoe te gaan om te gaan winnen. Dat klopt. Als je de hele wedstrijd bekijkt, want laat ik zeggen, de eerste en de tweede helft verschilt niet zoveel. Het was af en toe hard, fel op de man, maar kansen eigenlijk niet echt groot, hè? Aan beide kanten niet. Nee, dat ben ik met je eens. We hebben heel veel moeite met hun manier van druk zetten, om daar onderuit te voetballen. Dat is ook de reden dat ik Maurice Bartels de tweede helft bracht. Ik kon in ieder geval wat meer in de passing, snelle ballen aan de zijkanten bij ontvleugelen, want daar lagen de mogelijkheden, bij Kevin en bij Frank. Maar ja, dat zijn toch jongens die dan ook of met een individuele actie of met een goede steekbal vanuit het middenveld gelanceerd moeten worden. En dat was vandaag toch minder, dat was onder de maat. Bedoel je daar ook mee van de veel ballen die fout gingen, de gewone passes op elkaar? Ja, nou ja, je zag wel heel onrust in het spel bij Vlagen. Momenten dat we wel de rust hadden en de passing wel beter was. Maar er waren ook heel veel momenten dat we heel onrustig waren. Vooral de eerste helft vond ik. Waardoor we toch door balverlies, Drachtster Boys 4-5 dreigementen had. Ja, het kwam niet echt tot kansen, maar wel in de dreiging en omschakeling. Dus we moesten wel in de tweede helft wat meer gefocust en wat meer controle hebben in de passing van achteruit. Dan vond ik dat we dat beter deden. We kregen een paar kansjes, mogelijkheden. Maar het ontbrak echt aan de goede eindpaas, aan de echt goede kansen. Daar ben ik met je eens. Als je kijkt naar de kwalitatief beide ploegen, dan steken jullie daar toch wel bovenuit eigenlijk. Nou ja, individueel en bij betere voetballers, dat klopt. Maar kwaliteit is niet alleen wat je voetbal, wat je aan de bal doet. Maar ook als team en voor elkaar, dat proces, ja, daar zitten we middenin. En dat heeft ook een swing nodig door een paar wedstrijden achter elkaar te winnen. Ja, vandaag hebben we in ieder geval gelukkig niet verloren. Maar we zijn allemaal mensen en we hebben ook net een extra wat nodig om een succesbeleving. Maar ja, dat moet je wel verdienen. Je krijgt hier niks cadeau in de hoofdklasse. Twee momenten haal ik er even uit. Dat was volgens mij 90 plus 2 minuten. Ja. Werd het 1-0. Schrok je niet? Ja, zeker. Ja, zag ik niet aankomen. Het was ook een bal die eigenlijk uit niks viel. En ik denk, dat zal toch niet weer. Hè? En dat ben ik met je eens. Maar gelukkig een minuut later maak ik Ruud 1-1. En dan is de ontlading best groot. Ja, dat noemen ze dan een gouden wissel. Hè? Nou, dat zeg ik niet. Maar ik ben blij dat Ruud die bal erin schiet. Voor ons, voor het team, voor de club. En dat is het belangrijkste. Moet ik je nog feliciteren met een punt? Is dat terecht? Ja. Nou, ik vind het zeker wel een terechte uitslag. Dus wat dat betreft mag je mij wel feliciteren met een punt. Ja. Dan feliciteer je en goed weekend verder. Ja, dankjewel. Hetzelfde.